in die streek aanhuppelen, weer dit en dat. Ik ga naar zo'n jongen gaan en zegt van, hoi. En die jongen zegt alleen maar zo van, Rauw, goeiedag. En vervolgens gaat hij alleen maar gewoon zo een beetje zo in de verte staan kijken. Ze zeggen niks tegen elkaar. En na een kwartiertje loopt dat meisje op een kop, die loopt zo weg. En die jongen die stoot weer aan, die zegt zo. Sta je daarheen? Waarschijnlijk niet. Ja. Gast, kom langs. Henk, nog een biertje? Ik ging naar vrouw. Nee, doe maar cola. Ik ben overmorgen weer weg. Nederland is slecht voorbereid op een ramp. Ik dacht dat eigenlijk dat een beetje het idee was van een ramp. Ik ben zelf heel erg slecht voorbereid op een dodelijk ongeluk. Als dat mij overkomt, dan, nou ja, ik ga er uiteindelijk goed gekomen. Zo'n rapport schrijven, wat verwacht ik? Dat er op een gegeven moment een situatie is in Nederland en dat iedereen zou zeggen van, nou, we zijn er klaar voor, ja. Blijf tunen, er zijn alle kleine dingetjes die beter kunnen, maar over de hele linie zijn we er klaar voor, ja. Sterker nog, we hebben zin in. En dat er dan een ramp gebeurt en dat die gewoon vlekkeloos verloopt. Waar klachten komen van bejaarden over geluidsoverlast. Net zoals in alle andere steden in Nederland, heb je in Rotterdam ook van die groepjes stadse kutjongens. Ja, 16, 17, 18 jaar. Het kan van alles zijn, maar het zijn wel Chinezen. En ja hoor, ik zie het jullie denken. Een vrouw die denkt dat ze grappig is. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je een nieuwe Surinaamse collega krijgt. Je weet gewoon, dit gaat niet werken. Maar ik heb een probleem. Ik ben normaal. Ja, niet zoals jij, maar een beetje zoals jij. Niet bijzonders. Ik heb namelijk een gelukkige jeugd gehad. Goede opvoeding genoten, alle deuren stonden voor me open. Ik heb eigenlijk gewoon jarenlang op de tocht gezeten. En een beetje artiest is op zijn minst misbruikt in zijn jeugd. Behalve Jantje Smit, hè, die heeft ons misbruikt in zijn jeugd. Ik ben beginnend stand-up comedian. En ik heb laatst een workshop gehad van een stand-up comedian. Zo noemde hij zichzelf. En daarin werd verteld, je moet interactie hebben. Je moet interactie hebben met het publiek. Je moet ze aan je binden. Dus ik geloof dat de interactie belangrijk is. Dus, en dat doe je met het publiek. En dat vindt het publiek altijd heel erg leuk. Dus, wat is je naam? Ja, het interesseert mij ook niks. Ja, weet je, het interesseert me wel, alleen ik doe er niks mee. Een paar weken terug toen had ik een optreden voor mijn jeugddefensie. En die mensen die kwamen eigenlijk naar me toe en die vroegen ook aan mij van Jacob, wat doe jij eigenlijk aan energiebesparing? Ik zeg ja. Ik fiets altijd zonder licht. Dat is onzin. We hoeven niet alle dijken te verhogen. We moeten sommige dijken verhogen. Ja, die dijken in Zeeland bijvoorbeeld, ja, die gaan we niet nog een keer doen. Ja, dat is maar geen Zeeland hoor. Als je het niet hebt, je mist er niks aan. Het kan nog gewoon Zeeland blijven heten. Hey Frits, wat doe jij eigenlijk?
even mijn mond op te pakken. Hij zegt, nee, ik bedoel in het dagelijks leven. Ik zeg, oh, ik doe stand-up comedy. En dan komt het, hè. Zegt hij, oh ja, nou, maak eens een grap. Kom op, maak eens een grap. Dat doen jullie toch altijd? Dat zie ik altijd op tv. Kom op, maak eens een grap over iemand. Hier, over de jarige. Kom op, maak eens een grap. Dan maak je daar een filmpje van. Zet we dat op internet. Ik ben zo spuugzat, weet je wel. Ik sta op, ik zeg, oké, Anton. Wat doe jij eigenlijk? Je zegt, ik? Ik zit bij de landmacht. Ik denk, oh ja. Oh ja. Nou, pis is iemand onder. Kom op, pis is iemand onder. Dat doen jullie toch altijd? Dat zie ik altijd op tv. Jongen, pis is over iemand heen. Hier, over de jaren. De eerste prijs gaat namens de jury naar Marijns Vond. Ik geef het terug aan de MC van vanavond, aan Twikkewink, om het af te sluiten.